Ja, we zijn een galerie van Ron Mandels, mijn galerie tegenwoordig. En ik doe mee aan een groepshow. En van mijn werk wat er te zien is, is onder andere Maarten Baas. Maar van mijn hand is er te zien een serie die ik in opdracht heb gemaakt. Voor een Franse wereldberoemde band, Indochine. En ben ik gevraagd door de zanger, Nicolas Sirkis, of ik wilde reageren op zijn band, maar ook op het werk van een Amerikaanse outsider kunstenaar, Henry Dagger, uit Chicago of Illinois. En dat heb ik gedaan een paar jaar geleden, een jaar of drie geleden. Dus dat, heb je, dat zie je nu hier. En het, oorspronkelijk was het een... Henry Dagger is een hele interessante kunstenaar. Ze noemen dat een outsider kunstenaar. Wat eigenlijk betekent dat iemand eigenlijk precies doet waar hij zin in heeft. Het werk eigenlijk voor zichzelf maakt en niet voor de buitenwereld. Dus eigenlijk wat een kunstenaar zou moeten doen in het algemeen. En die man die heeft een roman of een geschrift in de loop van zijn leven geschreven van meer dan 15.000 pagina's. Dus ze zeggen dan grootste novel in de wereld, maar die heeft hij geïllustreerd ook voornamelijk met tekeningen, collages, aquarellen, waarin de hoofdrol wordt gespeeld, ook in zijn roman, door een leger, de Vivian Girls, van 7 meisjes, geuniformeerd, die het onrecht van de volwassen wereld bestrijden. En dat werkt, dat gaat gelijk naar je hart, weet je wel. Het is gelijk, het doet iets met je, weet je, het is gruwelijk, maar het is ook liefelijk. Dus die balans, die gekke tegenstrijdigheid, die sprak mij enorm aan. Dit is de catalogus die ik van Nicolas Sirkis kreeg, van de Indochine. Oh, een catalogus over Henry Dagger. En nou ja. Toen ik dat begon door te bladeren, moet je kijken naar dat werk. En dat ging langzaam en zeker, of eigenlijk niet langzaam, maar al ras dacht ik, dit is zo interessant. Dus, en daar zie je ook die 7 Vivian Girls in. En je ziet ook onmiddellijk dat gekostumeerde en het militante en het eigenwijze en het gewelddadige. Kijk, die zijn getekend, is de emotie altijd anders. Oh, dat is altijd heel knap als je met een klein puntje een oog, een expressie kan geven. En bij mij, ja, dan moet ik dat toch vertalen en dat vertellen aan zo'n meisje, laat maar zeggen. Zoals, wat ik gelukt vind bij deze foto. Want ik kan ook zo'n mooi kostuumpje maken en zulke rare symboliek toevoegen. Weet je wel, en de kleurpalet en de prachtige locatie. Maar waar het om gaat is altijd om de blik in de ogen. En dat is echt fantastisch als dat je lukt, dat de emotie in haar ogen overeenkomt met de emoties die de kunstenaar heeft getekend of heeft geaquarelleerd, weet je wel. Dus nou ja, dat is eigenlijk het streven van de dag bij mij altijd als ik ga fotograferen. En dan bijvoorbeeld bij zo'n foto als dit. Voor mij, ja, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik deze foto een klein beetje zelf had onderschat. Dus een beetje was vergeten, maar toen ik het terugzag, dacht ik, ja, maar dit zijn eigenlijk die Vivian Girls, weet je wel. Hartstikke fierce en ze staan er helemaal, weet je wel. En nou ja, deze refereert wel voor mij het meest aan een werk wat nu ook in het Museum van de Geest, die outsider art, daar wordt dat ook geëxposeerd. En als je deze foto zou combineren met dat schilderij, dan zie je wel heel duidelijk een lijntje tussen het werk. Ik ben absoluut anders tegen die outsider art aan gaan kijken. Ik vind het heel oprechte, eerlijk werk, zou ik maar zeggen. En dat vind ik zeker bij deze kunstenaar, Dagger, het blijft mij boeien, het blijft me fascineren. En als het niet zo dat ik gelijk morgen nog wat mee ga doen, maar ik weet wel zeker dat ik in de toekomst in mijn vrije werk er wel op zal gaan teruggrijpen weer.